Fleurig gingen ze alweer van start, de marathonrenners. Ze hadden zin om, al rijdt het nog wel maas. Maar, nee, 20 kilometer. Dan beginnen de pintjes te komen. Nou, krijg je de breger dan, dan scherder het dan je best niet vanzelf. Maar ja, ik mag dan al terug in. Nou, mooi steen. Nou. Even gaan, hè. Gezicht te gaan. Mooi. Nou. Dat goed? Nee, dat niet goed. Is het jouw man? Ja. Dan krijg je er wat mooi. Dat krijg ik, dat hang al. Oh, dat hang al? Ja. Nou, ik zal best zeker. Waarop? Ja, ik verzeer me. Dan, ik ga erop. Ja. Verder en door. Maar de binnenwoon liet alles op alles zetten. De laatste renners. Henriette van der Pol. Ze rint. Maar echt makkelijk giet het net. Ze is de laatste. Nou, een beetje zwaar. Ik had vannacht een beetje weinig geslapen. Dus, Ja. Maar ja, ik loop wel door. Je gaat gewoon door? Ja, natuurlijk. En Patrick Dijkhuizen. Oei, hij liek het dreeg te haven. Meneer, van ophouden, geen witten. Lukt het? Ja, toch goed. Ja? Ja, ik heb nog even de tijd, hè? Ja. Maar ja, u loopt ook zo nu dan gewoon even wandelen. Moet even tijd kunnen, hè? Ja? Kan dat wel gewoon? Ja. Komt u wel voor 12 binnen? Jawel. Makkelijk? Dat is weer wat anders. En ze krijgen alles type van het publiek dat aan de kant stiet. De tijd werkt het dikwijls zin. 4:30 maaien ze droed waan. Is toch verstandig? Ja. Ben je gevallen? Hoe lang kom ik, weet ik niet, maar... Want je zit dan een beetje buiten de tijdslimiet. Ja, ja. Nee, want op een gegeven moment zijn de waterposten ook weg. Ja, weet ik wel. Nee? Dus je kan al verder gaan gewoon een beetje als wandelaar. Ja. Nee? Ik ga gewoon door. Denk je dat, je het einde haalt? Ik weet het niet. Hoe voelt het nou dan? Ja. Wat wil je? Water of sportdrank? Gaat het nog? Dit is water, allebei, oké. Ja, ik stop hier. 7 kilometer kan ik niet meer. Ja, vind ik een hele moedige beslissing voor jou. Patrick, zij stapt uit. Ja, hij loopt even. Zet hem op, hè. En nu is Patrick de laatste. En wat er ik zijn wordt, hij gaat terug. Maar de eerste wandelaar komt er al aan, Patrick. Dus je moet wel een beetje gang zetten. Oh, die blijven voor. Denk je? Ja. Die zit vlak achter je. Toch, ik zou toch nog even een jogpasje erin zetten. Dan muter ik hem in de sloot. Kom op. En op de finish wordt alles al oprijden. En dan, na 4:59 minuten en 57 seconden. Daar is Patrick. Ja, het is volbracht. We gaan door. Maar je staat niet in de boeken. Nou, dat is een pech hebben. Wel gefinished. Op naar de volgende.